Danso, goede paas van Wuitens. Danso moet scoren. Maar laat dat na. En gunt Gentenaar zo een redding. Toot. Aardige bal. En wat een mooie goal is dit van Ruud Boijmans. Op het moment dat Utrecht eigenlijk moet scoren. Via Danso doet Boijmans dat voor VVV. Eerste Venloze goal buiten de koel dit seizoen. En het is niet verwonderlijk dat Boijmans de doelpuntenmaker is. Strakke trap van de Hongaar. En de volley van Boijmans buiten bereik van vorm. Fraaier in. 0-1. Hoekschop voor Utrecht. De scheidsrechter houdt nu wat scherper in de gaten of er wordt vastgehouden in het strafschopgebied. Want daar hebben de spelers van VVV een handje van. Boijmans wordt nu gewaarschuwd. Assare trapt dus. Ja, wat doet Boijmans daar? Strafschop. Hij duwt Cornelissen tegen de vlakte. En hij is nog zo gewaarschuwd door de Belgische scheidsrechter. Cornelissen die los probeert te komen. Ik denk dat het slim gedaan is door Cornelissen. Gentenaar op de lijn. Ricky van Wolfswinkel, het is gelijk in Utrecht. Hij baalt natuurlijk wel, Boijmans. Omdat hij zich liet foppen door Cornelissen. Kijk naar Cornelissen. En kijk naar de arm waarmee die Boijmans ook naar de grond trekt. Dat is de ervaring die Cornelissen met zich meebrengt. Goed gezien door Wuitens, die Nesu zag komen. Moet even inhouden, maar weet ook dat dat veld toch redelijk glad is. Goeie poging van Nesu, maar net voor langs bij Gentenaar. De familie Snijder is ook aanwezig in stadion Galgenwaard. Vorstermans. Hij nu centraal achterin, samen met Schut. En een goede paas op Moulenga van Vorstermans. Moulenga! Had zijn rentree meteen kunnen opluisteren met een doelpunt. Duplan, hier liggen mogelijkheden. Ja, Duplan, goede bal. Moulenga, grote passen. En niet scorend. Dat mag hij zich aanrekenen. Silberbouwer inmiddels op zoek naar de bal. Gentenaar heeft hem niet, van Wolfswinkel wel. Moeilijke hoek. Krijgt hem er bijna in. En Moulenga. Heel teleurstellend zoals hij daar faalt. In de afronding. Nesu zit mis. Wellicht de mogelijkheid voor VVV. Als het het goed uitspeelt. Boijmans krijgt zijn kans en scoort. Vorm is gezien. En dan staat VVV met 2-1 voor. Volledig tegen de verhouding in. Scoort de ploeg van Jan van Dijk. En dat mag Nesu zich aanrekenen. Verliest hij weer een eredivisiewedstrijd. Voor de derde keer op een rij. Wie staat er op bij Utrecht? Wie heeft er nog energie? Duplan. Assare. Duplan uit de draai met links. Ja, de paal en de rebound van Wolfswinkel. Het is gelijk. 78e minuut en ook hij maakt zijn tweede. Goed gedaan door Assare die rustig blijft kijken. Duplan uit de draai geschoten, buiten bereik van Gentenaar. En doelpunt nummer 7 van het seizoen voor Ricky van Wolfswinkel. Vorstermans. Telkens zijn paas. Nu ook weer goed. Moulenga. Moulenga. Gentenaar is hem kwijt. Daar is het doelpunt voor Utrecht. Assare maakt de derde. En zorgt ervoor dat Utrecht op voorsprong staat. Hier komt die paas. Zoals hij die al een aantal keren goed heeft laten zien. Moulenga blijft in ieder geval alert en bedient Assare. Utrecht wint met 3-2 van VVV. Het moest van ver komen. Utrecht moest diep gaan voor de drie punten. Maar verdient die wel op basis van beter veldspel. En op basis van het feit dat het makkelijker scoorde dan VVV. En VVV verdedigend nog wel eens teleurstelde in deze wedstrijd.